kalfje wat vanmorgen geboren is, mag even bij de kinderen in de ren voordat het naar zijn hokje gaat. Hij vindt het heerlijk in de zon. Ik heb heel erg veel archiefmateriaal. Want wat zo was, is dat heel veel mensen de ruimingen bij hun thuis hebben gefilmd. Ik liep zoals iedere morgen gewoon de stal in. En niet anders dan altijd. En dat zijn dan allemaal van dit soort bandjes. Dit is van het Oenerkoefeest van 2000, dat is nog de voor. Dit is van een protest bij Goschalk, dat is hier belangrijk. Hierna werd besloten dat de dieren echt geruimd gingen worden. Dus dat is een groot kantelpunt. En dat heeft dus gewoon iemand heeft dat gefilmd. Dus dat is echt heel mooi. En ook heel fijn dat ze dat zomaar aan mij dan allemaal willen geven. Ik ben bezig met een documentaire voor mijn finals over de MKZ-crisis in 2001. Ik heb er eigenlijk over getwijfeld of dit niet te serieus was voor mij. Omdat ik heel veel interdisciplinair werk over wat meer algemenere onderwerpen. En dit was toch wel heel erg direct op één onderwerp. Op een echt verhaal van echte mensen met echte emoties en echte trauma. Wat ze hier aan over hebben gehouden. En dat was wel iets dat ik dacht van, kan ik dat eigenlijk wel? Ik wist dat ik dit nog nooit eerder had gedaan. En ik dacht, ik wil het gewoon uitproberen en kijken of ik dat ook op mijn manier kan doen. Want zo kan niemand anders het doen zoals ik het zou doen, denk ik. Ook omdat ik geen ervaring per se hierin heb. Dus ik heb niet die soort van methodes al geleerd of zoiets. Waarop je iets misschien zou maken of neer zou moeten zetten omdat het zo hoort. Ik doe het echt zoals het bij mij, zeg maar, goed voelt. Het is een moeilijke keuze geweest, omdat deze opleiding eigenlijk adverteert zo extreem breed te zijn als het maar kan. En als er dan iemand gaat afstuderen met een documentaire, wat toch best wel heel erg traditioneel is, is wel wat verzet geweest, zeg maar. Ook vooral vanuit docenten die zeggen van, ja, maar je doet altijd dit en dit en dit en dit en dit en nou doe je dit en dan laat je niet zien wat je eigenlijk allemaal in huis hebt. En dat is misschien wel zo, maar ik respecteer ook het onderwerp. En het voelde gewoon niet alsof dit een onderwerp was wat om een installatie vroeg. Of een heel artistiek iets, wat zeg maar waar de Aki onbekend staat, om dat hier mee te doen. Dat wil niet zeggen dat de docu niet artistiek kan zijn of zo, maar ik ging niet kunst maken voor de sake of art, zeg maar. Als dit is afgerond, dan ga ik een master doen in regie in Londen bij Met Film School. Ik heb hier heel erg veel geleerd over mezelf en wie ik ben als maker. Maar ik wil veel meer nog focussen op de rol van de regisseur. Echt op dat ding focussen en ook de technische kant daarachter. En een netwerk opbouwen en leren samenwerken in een echte grote crew. Dus echt ja, de focus volledig op film leggen eigenlijk. Ja, het is heel anders. Maar het is ook weer iets wat ik nog nooit gedaan heb, dus dan wil ik het proberen.